Allerdings die Gastgeber auch weiterhin spielbestimmend. Potsdam, Dennis Potsdam. Was ist das denn? Na, auf jeden Fall das 1:0, 61. Minute. Ein großartiges Tor. Der Einwurf vom Baumgärtel und Potsdam, der tänzelt sich in Schussposition, weil er nicht richtig attackiert wird. Für Keeper Zimmermann ist nichts zu halten und das ist definitiv ein Anwärter auf das Tor des Monats. Einfach klasse. Und die Führung ist natürlich hochverdient und sie ist so befreit. Niet meer uithalen, komt de bal bij Potsdam. Potsdam kijkt eens even rond, waar moet die bal naartoe? Wat trucjes, buitenkant voet, schijnhavaartje en een doelpunt. Dat wordt te loeken, wordt verrast door de schijnbeweging van Arda Havar. En het schotje van Dennis Potsdam gaat tergend langzaam over de lijn. Maar er maalt verder helemaal niemand om. 1-2, wie... Goed, dan in de 90ste minuut gaat het dan toch nog gebeuren. Potsdam! En het is 0-1. Gaat FC Den Bosch dan toch nog die overwinning stelen in Waalwijk. En Potsdam laat nog maar eens even aan zijn trainer zien dat de nummer 9 hoort te scoren. En hij heeft dat in dit geval ook gedaan. Wat is die blij. Wat is die blij van Evenek. En de buit lijkt binnen. Nou ja, die gele kaart nemen we even op de koop toe. Havar, de bal naar Potsdam. Die heeft daar het loppenboekje gekeken van Johan Cruijff. Les 1 en hoppa, een werelddoelpunt voor onze Duitse spits. Die eindelijk eens wat langere speeltijd kreeg in deze wedstrijd. En daarvoor zijn medespelers en zijn coach gaat bedanken. Wat een doelpunt zeg. Op Cruijffiaanse wijze loppen. Hier Maatsen, weer op zijn vertrouwde plek achterin. Schitterende splijtende paas naar Potsdam. Potsdam, waar moet die bal nu naartoe? Helemaal uitgeweken, dan een stiftje. In de rechterbovenhoek. Wat een geweldige stift van deze Dennis Potsdam. Wederom succesvol. Ook al bij Dordrecht bezorgde hij Den Bosch de overwinning. En hier een schitterend doelpunt in de... Binnen gaat de bal naar Potsdam. Oeh, wat een mooie beweging. En dan buitenkant voet links. Tjoh, wat een doelpunt zeg van Dennis Potsdam. Een tweede Potsdamtje in de wedstrijd. Jongen, jongen, als dit geen doelpunt is, wat gaat meedingen om de prijzen bij de jubileum van doelpunt van het jaar, dan weet ik het ook niet meer. Maar zelf. In de voeten. En die bal die komt bij Zelderhut. Die neemt hem in één keer naar Potsdam. Potsdam. Een stift. Daar is hij weer. De chipkoning van FC Den Bosch. De chip nummer 4 van dit seizoen. Wat doet hij dat toch prachtig. 9,9 op de schaal van 10 zou je kunnen zeggen. Ja, en ze praten dan. Wilde laten zien dat ze de aanval zochten via Calessio. Alessio Carlone, mooie indraaiende bal. Esaias raakt hem, Potsdam! Op het laatste momentje zet daar zijn voet tegenaan. En is het uiteindelijk na 7 minuten is het al 1-0. Hofstede zat er bijna met zijn hoofd aan. Maar Potsdam was nog een klein beetje sneller. En uiteindelijk is de oefening waar de afgelopen dagen op getraind was. De vrije trappen heeft uiteindelijk tot een doelpunt geleid in de 7e minuut. Potsdam was er bijzonder blij mee. En natuurlijk ook zijn medestand.
die daar de bal niet goed kwijt kan. Probeert dan de keeper, daar zit Postner nog net tussen. Postner, en daar is hij. Het derde doelpunt van Den Bosch. En Den Bosch komt mooi terug door die fouten, verdedigingsfout van Ronnie Stam. En dat was uitstekend gezien door Dennis Postner. En dat betekent dus 3-3, 6 doelpunten. En heeft Den Bosch nog steeds een mogelijkheid. Hier een doorkoopbal. Komt de bal terecht uiteindelijk bij Postner. Die lanceert daar zelden rust. Die schiet en in de met zijn linkerbeen in de rechter benedenhoek. Betekent speelt hem in één keer. Wordt de bal ingekomen door Postner. Bij de Belgen. Daar komt hij. Biemans 1-1 in de 87ste minuut. Daar blijkbaar ook aan het oefenen is. En dat moet toch een keer zijn vruchten gaan afwerpen. Slimme passie van Havard. Ah, de chipkeunig. Dat was hij bijna. Nummer 6. Dan de hoekschop. Kan dat iets opleveren? Indraaien. Wordt ingekopt. Op de paal van Postner. Jonas Heijmans ook op de paal. Dus ook. Eredivisie zou misschien toch wel mogelijk moeten zijn voor deze jongen. Maar goed, Postner die de bal keurig naar de buitenkant speelt. Naar Zelderust. Die legt er voor zijn rechtervoetje. Althans, dat probeert hij natuurlijk. Daar komt die bal. Voorzet. Postner. Oh, die laat de bal van zijn hoofd afglijden. Dat is toch een 100% kans voor een spits. Als Dennis Postner een 100% kans. Die mag er eigenlijk wel in. Is het Slivka? Die geeft een aardige voorzet. Postner. Postner. Oeh, dat duurt veel te lang. Dus Thomas tenslotte die de bal intikt. Maar ook deze bal in de leven van PSV-spelers. Via via komt die bal dan terecht bij Postner. Bertrams uit zijn doel. En is de kans weer verkeken. Was toch een mogelijkheid weer voor Den Bosch om te scoren. Zo'n botsing tussen Sisselbelt. Thomas. Oeh, Thomas kreeg daar een penalty. Gaat door. Wat een mooi lopje. Maar die bal die gaat er hoog. En zal hier dan uiteindelijk de verlossende 1-0 komen. Wordt de bal ingekopt. En via de kluts wordt hij uit. Drong aan. Havard trekt die bal in. Kopballetje. Aardig kop afleveren. En hier bijna doeltrof. Maar Den Bosch ging door. Hier via Havard. Komt de bal bij Postner. Die struikelt zelf over de bal heen. Probeert een afstandsschotje. Maar dat had geen kracht. Dat zag ook scheidsrechter Kevin Blom. Die een aantal keren de gele kaart moest trekken. Maar hier een aardig balletje van Postner. Die gaat in het dak van het doel. Dan moet je ook een beetje geluk. Een levendig begin. Hier Postner. Komt hier zijn chip. Oeh, en Rauwelaar nog net met zijn vingertoppen. Kan hij erbij en tikt de bal over de dek.